Ga je naar de auto? Wat doen jullie zoal nu vandaag? Nou, de afdeling Bornen van de Zonnebloem, Vereniging de Zonnebloemen, heeft een high tea georganiseerd hier voor haar gasten. De Zonnebloem heeft gasten en naast gasten ook vrijwilligers. En de vrijwilligers begeleiden hun gasten tijdens activiteiten of tijdens bezoeken. Waarom bent u hier vrijwilliger geworden? Dat is al een hele tijd geleden. Toen waren mijn kinderen nog klein en was ik gestopt met mijn werk. En vond ik het leuk om er iets bij te doen. En de Zonnebloem die sprak me wel aan. Dus toen ben ik vrijwilliger geworden van de Zonnebloem. Ik ben jullie tante Maartje. Hoogbejaard en nog heel kiem. Dat zullen jullie nog wel eens zien. Sedert een paar dagen ben ik uit het ziekenhuis ontslagen. Ik was het zat al die pillen te slikken. En steeds weer in mijn achterwerk te prikken. Maar in slapeloze nachten krijgt de mens soms mooie gedachten. Ik dacht, laat ik bij mijn leven alvast mijn kostbaarste bezittingen weggeven. Ik vind het gewoon heel dankbaar om voor mensen iets te doen. Ik vind zelf dat we leuke dingen organiseren en dat we de mensen daar een plezier mee doen. En binnen de afdeling Bonnen regelen wij ook de vakanties en daar ben ik het aanspreekpunt voor. En dat vind ik ook heel leuk om te doen, dat mensen een weekje met de boot kunnen varen van de Zonnebloem. Het zijn vaak gezellige bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld deze high tea. Met Sinterklaas doen we het een en ander. We hebben wat speciale activiteiten als ziekendagen, waarop we bloemetjes brengen naar mensen. Maar normaal gesproken hebben we bijvoorbeeld bezoekgasten. En vrijwilligers van ons bezoeken dan op regelmatige tijden gasten die op de een of andere manier graag een gesprek willen voeren of een beetje eenzaam zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 70 gasten en een stuk of 10, 15 vrijwilligers. Nou, wat vinden jullie van deze dag? Mooi. Ja? Gezellig. Ja, heel gezellig. Mag ik heb al gezien dat we doen. Maar ik zie dat jullie ook veel lekkere dingen hier op tafel hebben staan. Oh, zo lekker is het ook. Nou, veel hebben jullie eigenlijk niet meer staan, want jullie hebben alles al opgegeten. Ja, maar er komt nog wel wat weer. En wat voor dingen hebben jullie allemaal gehad dan? Wij hebben vanmorgen nog niet wat gehad en daarom hebben we ook zo'n honger. Oh, groot gelijk. Het is wel gezellig zo, vind je? Ik vind het wel. Ja, met volgens mij heb ik gehoord 70 mensen dat er zijn. Oh, een en al gezelligheid. Ja, het zijn iets meer. Ja, Bonn is gezellig. Ja, Bonn is heel gezellig. Ik kom er zelf niet vandaan, maar ik ben er nu een paar keer geweest en ik vind het hartstikke gezellig. Dan weet meneer dus dat het gezellig is. Ja, precies.